in Maassluis op het veld van Excelsior Maassluis. Jong Sparta thuis tegen Lisse. Dat weer terug is in de tweede divisie, oftewel Jacks League. En meteen de eerste kans krijgt in de wedstrijd. Nou, prof van Volendam, Stro, speelde ook nog bij Quick Boys in de Jacks League. En dan aan de andere kant, Jong Sparta heeft natuurlijk nog steeds Tahiri. Tahiri met 1-0. Goeie aanval van Jong Sparta en de ploeg komt dus op voorsprong. Tahiri speelde vorig seizoen vaak op 10, nu dus in de punt van de aanval. En de voorbereidende actie was er aan de zijde van Jong Sparta. Madi vindt dus Tahiri en dus 1-0. Schot uit de tweede lijn, goed gepakt door Schoonewald. Dat is de doelman van Jong Sparta, overgekomen van Den Haag. Opnieuw Lisse. Hunepol. Overgekomen van Rijnsburgse Boys. Legt hem goed af. En daar is de gelijkmaker. 1-1. Zwetsloot scoort hem. Maar wat een goede actie van Hunepol. Geen buitenspel natuurlijk, omdat er nog een verdediger staat van Sparta. En Hunepol kijkt, bewaart het overzicht. En Zwetsloot lekker binnengeschoten. En zo staat het 1-1 in Maassluis. Jong Sparta deed het natuurlijk vorig seizoen goed. En Lisse heeft al een keer mogen ruiken aan het voetbal op het derde niveau in Nederland. Maar toen degradeerde de ploeg al na 1 seizoen. Wellicht dit seizoen dat de ploeg zich eerder kan handhaven. De ploeg van Raymond Bronckhorst hier in de aanval. En krijgt wat mogelijkheden om een goal te maken, zeg. Dan Sparta weer. In de omschakeling. Is dit een overtreding? Nee. Maar wel een kans. En de redding van Cummins. Goed gekiept door de doelman. En zo gaat het aardig gelijk op. Ja, doelman, wat doe je daar? Ja, het is een overtreding van Schoonewald. De scheidsrechter fluit. Maar wat voor kaart krijgt de keeper van Jong Sparta? Die krijgt slechts geel. Ja, een VAR moment overduidelijk. Maar de doelman mag blijven staan. Vrije trap levert niets op. En dan weer Jong Sparta. Cummins, is hij op tijd? Nee, hij is niet op tijd. Krijgt het assistentie van zijn verdediging. En zo ontsnapt Lisse dus opnieuw aan een achterstand. Jong Sparta, dat weten we, combineert aardig. Dit is een goede aanval, zeg. Vianello. Toch laat Sparta wat kansen liggen in deze fase van de wedstrijd. Opnieuw Sparta. Het inspelen is goed. Nou, Cummins heeft hem. Nee, heeft hem niet. Nou, de paal redt hem. De doelman van Lisse heeft wat geluk aan zijn zijde. Erik Cummins. Vianello met de vrije trap. Nee, hij loopt over de bal heen en dan zo. Wat komt Lisse weer goed weg, zeg. Dan Jong Sparta weer. Jong Sparta, ja, dit is wel een penalty. Scheidsrechter is onberispelijk. De overtreding is er. En de strafschop. En dus de kans voor Jong Sparta, de zoveelste, om wederom op voorsprong te komen. Al moet gezegd dat de speler van Sparta gretig gaat liggen. Tahiri, de maker van de 1-0, mis vanaf 11 meter. Cummins. Had een slemiel kunnen zijn, nu de held voor Lisse. Omdat hij een strafschop stopt, de aanvoerder. Ja, iets te veel getelefoneerd. En zodoende kan Cummins de goede hoek pakken. En dus een belangrijke redding van de doelman. Lewis is er dan bijgekomen. Franklin Lewis. Kennen we nog van HFC. En de redding van Schoonewald. Tweede helft dus. Volledig voor Sparta, dat heel wat kansen om zeep heeft geholpen. Misschien dat de ploeg nu op voorsprong komt. Nee. Ja, er staan wat spelers vrij om die goal te maken. Maar dat gebeurt dus niet. Het wordt 1-1.